Welkom, mijn naam is Mike. Ik vind het leuk dat u kijkt en ik wil u graag iets gaan vertellen over het bewerken van foto's in Lightroom. Nou, u ziet, ik ben in de bibliotheekmodule van Lightroom en het eerste wat ik moet doen is een foto selecteren. Dat doe ik simpelweg door er even één keer op te klikken en dan ga ik met mijn muis naar ontwikkelen. En u ziet, ik zit in de ontwikkelruimte en de foto is het hart van mijn beeldscherm geworden. Aan de linkerzijde ziet u hier een navigatorpaneel. Als ik bijvoorbeeld de foto vergroot, simpelweg door er één keertje op te klikken, dan ziet u hier links in het navigatorpaneel wit vierkantje ontstaan. Dat is eigenlijk het deel wat nu vergroot op mijn scherm staat. Ik kan erop klikken en slepen en zo kan ik heel snel door de foto de juiste positie opzoeken die ik zou willen. Ik geef het terug met mijn muis naar het grote scherm, klik nog een keer en de foto is weer normaal. Aan de linkerzijde hier zie ik het historiepaneel. En in het historiepaneel wordt alles zichtbaar van wat er met de foto is gebeurd. Nou, het enige wat er tot nu toe met de foto is gebeurd is dat die is geïmporteerd vandaag. En meer regeltjes ziet u niet. Als ik straks de foto ga bewerken, zal dat een stuk groter worden. En zullen er veel meer regels aan toegevoegd worden. En kan ik als het ware ook terug in de tijd gaan. Dat laat ik u straks graag zien, want het is een heel krachtig middel van Lightroom. Ik ga beginnen met de bewerking en dat doe ik aan de rechterzijde op het standaardpaneel. Ik klik daar even op en de eerste mogelijkheid of de eerste keuze die ik moet maken is de witbalans. De witbalans van een foto staat standaard als opname. Dat betekent dat Lightroom de waarde van de camera ten tijde van de opname heeft overgenomen. De camera stond toen op een witbalans van 4750. Ik klik even op als opname en dan zie ik dat ik een heleboel mogelijkheden krijg, want ik heb in RAW gefotografeerd. Dus dan heb ik die keuzes. De eerste keuze was dus als opname, daar staat hij op, maar ik vind hem niet zo heel mooi, de witbalans. Daarna komt de keuze automatisch, dat is een automatische keuze die Lightroom genereert. Ik klik er even op en Lightroom maakt hem in één keer een stuk geler. De witbalans was 4750 en staat nu op 6050, vind ik erg geel. Dus ik klik nog een keertje op die keuze. En ik zet hem op daglicht, het was tenslotte dag. U ziet, hij wordt wat koeler, de slider is wat naar links versprongen en de temperatuur is 5500. Maar ik vind hem nog aan de gele kant. Dus er is nog een andere mogelijkheid. Er zit hier namelijk een soort van kleurenpikker, een soort van pipet. Daar klik ik op en u ziet, hij komt los van het paneel. Alles wat ik nu moet doen is een neutrale, grijze, witte kleur zoeken. Dat doe ik hier, in de rook, in de stoom. Klik erop. En u ziet, de waarde wordt 4800. Zit overal een beetje tussenin. Ik vind het eigenlijk wel een nette waarde voor deze foto. Komt natuurlijk puur op smaak aan. Maar ik vind deze het meeste natuurgetrouw. Ik ben er zelf geweest, dus ik heb er dan hopelijk het meeste zicht op. Maar als u zelf een andere waarde in wil vullen of andere smaken heeft, kunt u dat natuurlijk helemaal zelf bepalen. Ik ga even verder. Hier zit de belichting en het contrast. Dat laat ik in eerste instantie even zo staan. Ik begin liever met de hooglichten. De hooglichten zijn de witte tinten in de foto. De felgekleurde gedeeltes. Nou, dit gedeelte is heel duidelijk. Is de lucht hier. Een stukje van die stoom waarschijnlijk ook. En wat die hooglichten doen, is ze iets naar beneden brengen. Althans, dat doe ik altijd. En u ziet in de lucht, ik zal hem nog even terugbrengen, als u naar de lucht blijft kijken, ziet u dat er steeds meer detail in de lucht komt. De lucht wordt blauw en wit en ik kan de wolken onderscheiden. Dus dat is een prachtig resultaat. De rest van de foto is gelijk gebleven. En de lucht is een stuk beter geworden. De volgende optie zijn de schaduwen. Nou, de schaduwen doen precies het tegenovergestelde. Die maken alles wat donker is, wat lichter. De weg is hier vrij donker. Hier zie ik een donker gat. De loods aan de binnenkant, de trein is donker en ook de bomenpartij is donker. Ik zie er weinig details in. Dus ik ga nu de schaduwen opvoeren. Ik ga hem helemaal naar rechts brengen. En u ziet, ik kan nu in één keer in de loods zien wat daar zo'n beetje gebeurt. Ik zal even inzoomen voor de duidelijkheid. U ziet ook meteen dat er een hoop ruis in zit. In het donkere gedeelte althans. Dus ik ga hem even terugbrengen. U ziet, nou, zo was het. Dan zie je dus bijna niks. En dit gebeurt als ik mijn schaduw opvoer. Over de ruis die hier ontstaat of die hierin zit, maak ik me nog even niet druk. Maar je ziet het effect van schaduwen. De boompartijen zijn trouwens ook een stuk beter zichtbaar.
Wat ik nu ga doen is dat ik de witte tinten op wil voeren. Ik wil er nog meer wit in krijgen en ik ga straks meer zwart erin brengen. Zodat die flatse foto wat het nu is, veel meer pit krijgt, zeg maar. Ik weet even niet de juiste uitdrukking. Als ik de witte tinten helemaal opvoer, dus helemaal naar rechts breng, dan wordt de foto weer te wit. Nou zit er eigenlijk veel te veel hooglicht in. Hier klipt hij zelfs. Er zit zoveel wit in dat er geen detail meer in zit. Nou, dat wil ik niet. Hij heeft Lightroom een hele mooie manier voor. Ik dubbelklik even op deze slider. Dan springt hij automatisch terug naar 0. Lightroom heeft er een hele mooie manier voor. Ik druk op de Alt-toets van mijn toetsenbord en die hou ik vast. En met mijn andere hand klik ik op de muis, op de linker muisknop. En u ziet de foto wordt helemaal zwart. Dan ga ik de slider naar rechts duwen. En u ziet, daar komt al, ik doe hem even helemaal naar rechts. Er komt allemaal wit en blauwe vlekken komen erop. En dat betekent dat de foto daar, ik laat hem even los, de foto in dit gedeelte dus overbelicht is als het ware. Dus ik klik weer op Alt, klik weer op die slider en breng hem terug dat ik geen enkel puntje, dat ik eigenlijk alleen maar zwart zie in de foto. Dan weet ik, nou, er is geen enkel puntje in deze foto overbelicht. Dit is precies het punt. Dat heeft een waarde van 25. Hij kan dat ook gewoon op het oog doen. Maar ik weet nu zeker dat dit het maximale is aan witte wat ik toe kan voegen zonder dat hij te ver gaat. Hetzelfde verhaal, maar dan precies de andere kant op, doe ik met de zwarte. Ik druk weer op Alt, druk op de slider. De foto wordt niet zwart, maar wit. En ik ga die slider naar links drukken. En ik zie daar wat zwart ontstaan. En dat vind ik niet erg, want in de zwarte, in de donkere gedeeltes mag hij wel wat doorgaan. Druk hem nog wat verder. Ik laat hem even los. En u ziet wat er gebeurt. Er komt veel meer pit in die foto. Ziet u veel meer definitie. Druk hem even helemaal naar links. Veel te ver. Ik zal hem nog even indrukken. Breng hem terug. Ik doe dat meestal een klein beetje. Dus hier begint het. En dan voer ik hem nog ietsje verder op tot hier. Meestal is dit ongeveer zo goed. Maar op het oog denk ik van, nou, hij kan nog iets meer hebben. Dus ik heb hem nog ietsje verder naar links gebracht. Een ander trucje van Lightroom is, als ik nu op de backslash toets druk, dan krijg ik de foto te zien op het moment dat ik hem geïmporteerd had. Dat doe ik nu even. Dus dit was voor mijn bewerkingen en dit is na. U kunt zien, er is al veel meer zichtbaar in de foto. U kunt het misschien niet mooi vinden, dat is een kwestie van smaak, maar er zit al een stuk meer detail in die foto dan dat erin zat. De foto komt veel meer tot leven, er is veel meer zichtbaar geworden. En dit is eigenlijk het maximale wat ik eruit kan halen. Dan zie ik hieronder een slider staan helderheid. Helderheid is eigenlijk niks anders dan lokaal contrast. Wat is lokaal contrast? Nou, daar ga ik even voor inzoomen op de wagon. Lokaal contrast, u ziet hier de gele raampjes die lopen over in het wit. Het verschil tussen dat geel en dat wit, dat randje, dat is lokaal contrast. Daar wordt een groter verschil in gemaakt. Zodat het lijkt een soort van verscherpen, dat is het niet. Maar dat effect creëert het. Ik zal de slider van helderheid even naar rechts duwen. En u ziet, er wordt een groter verschil gemaakt. Maar je ziet ook dat er veel meer ruis bij komt en dat de kleuren onecht worden. Dus, met andere woorden, je moet oppassen wat je daarmee doet. Het kan soms heel mooi zijn, maar het moet niet te ver gaan. Standaard voer ik die meestal zo tussen de 10 en de 15 op. Ik denk dat ik hem nou hier zo op 11 laat staan. Dat geldt voor de volgende slider ook. Dat is levendigheid. Dat heeft met de kleuren te maken. Ik druk hem even helemaal naar rechts om je aan te tonen wat er gebeurt. Zie, de kleuren worden frisser totdat ze helemaal uit hun balans raken. Als ik de slider helemaal naar de andere kant doe, dan wordt de foto bijna monochroom. Ik kan nog net zien dat dit een beetje rood is en dit een beetje groen. Dus dit is ook weer een kwestie van smaak wat u ermee doet. Ik zet hem even terug. Ik vind dat er wel ietsje levendigheid in mag. En ik laat hem op 15 staan. Ook dit is weer een kwestie van smaak. Volgende optie is verzadiging. Nou, daar kom ik eigenlijk bijna nooit aan. Ik zal het even naar rechts doen. Ik vind dat de kleuren heel onecht worden. Als ik hem helemaal naar links doe, krijg ik als het ware een zwart-wit foto. Want ik haal alle verzadigingen uit. Nou, dat doe ik niet. Ik laat deze gewoon mooi in het midden staan. Ik vind nu in principe dat mijn foto redelijk op orde is. Ik vind alleen de belichting nog wat aan de felle kant. Ik wil hem graag wat donkerder hebben, dus ik zet hem een half trapje lichter en ik vind dat er ook wel wat meer contrast in mag. Dus ik voer de contrast een klein beetje op, tot op dit niveau.
Nu druk ik even op de F van het toetsenbord. Ik zal even tussendoor vertellen, als u even op Google googelt en u zoekt de sneltoetsen Lightroom, dan krijgt u een keurig overzicht van alle sneltoetsen die er in Lightroom zitten. F is er ook zo eentje. Als ik op F druk, ziet u, dan wordt mijn foto zo groot mogelijk op mijn scherm weergegeven. En kan ik een betere beoordeling doen als dat die klein is natuurlijk. Dus ik maak daar vaak veelvuldig gebruik van. Kan de foto nu beter beoordelen. Dus nog een keer op F druk of op Escape. Dan kom ik weer gewoon terug in het menu. Volgende wat ik wil gaan doen is even het standaardpaneel dichtklappen. En ik wil de foto gaan verscherpen. Dat moet ik doen met RAW foto's. Nou, ik moet het niet, maar een RAW foto is nog niet verscherpt. U ziet hier een mooi paneeltje, zodat ik... Dat is een vergroting van hier ergens een puntje. Zodat ik kan zien wat ik hier aan het doen ben. Ik kan hier ook met de muis gewoon een ander punt opzoeken. Of ik kan even op dit vierkantje klikken. En dan kan ik in de foto gaan. En dan ziet u, ik kan op deze manier ook een punt opzoeken. Ik zag dat hier net wat ruis in zat. Maar ik vond dit eigenlijk wel een mooi punt om de verscherping te zien. Ik zoek even wat kleine details op. Zien, hier zitten wat handvat. Dit wil ik wel graag zien als ik ga verscherpen. Ik heb een regeltje qua verscherpen. Dit is mijn ruisreductie en dit is verscherpen. Dat werkt in principe samen. Wat ik altijd doe is mijn ruisreductie opvoeren. In dit geval tot 20. En de waarde van de ruisreductie plus de waarde van het verscherpen moet 100 zijn. Of tenminste, dat moet niet, maar dat gebruik ik zelf als vuistregel. En als u zich afvraagt, hoe kom ik nou aan die 20? Deze foto is hier met ISO 100 gemaakt. Dat betekent een relatief lage ISO-waarde. Heb ik niet veel last van ruis. Dus ik voer de ruisreductie ook niet zo ver door. Ik hou die op 20. Dat ligt ook aan de kwaliteit van uw lens, de kwaliteit van uw camera, hoe de foto is gemaakt. U zult uit ervaring moeten aanvoelen, moeten bekijken van nou, hoe ver moet ik daarmee gaan of hoe ver wil ik daarmee gaan. De een vindt ruis wat minder erg dan de ander. U moet zich goed realiseren, op het scherm zie ik veel meer ruis dan dat ik dat daadwerkelijk op een foto zal tegenkomen. Dus het ligt ook aan wat het doel van de foto is. Maar goed, ik voer deze tot 20 op. Nou, om tot 100 te komen moet ik dus tot 80 verscherpen. Meestal uit ervaring weet ik dan dat ik een redelijke resultaat heb. U ziet hier, ik heb een mooi resultaat verkregen. Ja, ik zie hier weinig ruis. Kijk nog eventjes in de loods. Daar had ik in het begin, zag ik daar wat ruis. Dat is nu weg. Ik zal de ruisreductie nog eventjes terugbrengen. Ja, het resultaat is wel zichtbaar, maar het is niet heel veel. Als ik hem heel ver doorvoer, ziet u dat de foto veel softer wordt. Dat ik details ga missen. Dus ja, soms is het ook even een kwestie van spelen daarmee en kijken waar u op uitkomt. Ik hou me toch even op die 20 plus 80 regel. Dus ik ga weer terug en ik vind dat ik hem op deze manier een redelijk resultaat heb verkregen. Nou is er nog een ander fantastisch trucje wat Lightroom kent. Ik kan een masker toevoegen bij het verscherpen. Want als ik hier in de lucht kijk, hoef ik eigenlijk niks te verscherpen. Maar het kan heel goed zijn dat er een hele bak ruis in zit. Wat ik dan kan doen, is dat ik op de Alt-knop druk. En ik druk weer op het masker slider. En dan zie ik dat alles wit is. Alles wat wit is, wordt verscherpt op dit moment. Overal wordt de verscherping toegepast. Dan ga ik het masker naar rechts doen. En dan ziet u, er gebeurt in één keer van alles. Dus alles wat wit is, wordt verscherpt. Dus alles wat zwart is, wordt niet verscherpt. De lucht rechtsbovenin wordt bijna niet verscherpt nu. Dus ook geen kans op ruis, tenminste geen extra ruis. Alleen de randjes van de trein en de wagon en de voorgrond, die worden verscherpt. Dus ik laat hem nu los. Dus mocht ik al ruis hebben, dan is dat tot een minimum beperkt op deze manier. Ik heb als het ware gewoon een extra masker toegevoegd. Nou, ik vind dat de foto op deze manier prima geslaagd is voor dit resultaat. Er zijn nog veel meer mogelijkheden, daar ga ik in een volgende serie video's verder over praten. Maar als beginbewerking is dit een prima eindresultaat. Ik dank u voor het kijken. Ik hoop dat u er wat van geleerd heeft. Heeft u vragen, opmerkingen, wensen,
Laat ze gerust hieronder achter, onder de video als opmerking. Ik krijg van mij altijd antwoord. Dus ik bedank u voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens en veel fotoplezier.